Dus gisteren is er hier heugelijk feest gevierd vanwege de huwelijksbevestiging van Matthias en Annelies Mangold. En uitsluitend was het dus de receptie in ons gebouw. Een hartelijke felicitatie voor hen. Woensdag zal er een gebedsuur zijn om 8:30. Donderdag de ontmoetingsochtend. Uitnodigingen kunnen meegenomen worden. Donderdagavond is het de tweede avond van de huwelijkscursus. Vrijdag repeteert Tehila. En zaterdagavond is weer de catechisatie om 7:00 s'avonds. Bericht namens de Bijbelstudiekring. Van harte aanbevolen door de kerkraad. Naar aanleiding van de bespreking op de Bijbelstudiekring over Galaten 2, met name vers 10, waarin het gaat over de afspraak tussen Paulus en de apostelen om aan de armen te denken en de armen te ondersteunen, leek het ons als Bijbelstudiekring een mooie invulling om als gemeente cadeautjes voor Stichting Gerut in te zamelen, zodat ook deze kinderen in de decembermaand iets extra's kunnen ontvangen. Stichting Gerut is blij met het aanbod en wil er voor hun kerstfeest graag gebruik van maken. We willen dan ook de oproep doen om cadeautjes te kopen en te verzamelen voor de kinderen van Stichting Gerut. Als richtprijs zou u kunnen denken aan iets rond de 10 euro. Er zou zondag 26 november tot zondag 17 december in de hal van de kerk gelegenheid zijn om deze te verzamelen. Daar zal tevens een lijst hangen voor welke leeftijden en geslacht we in elk geval iets nodig hebben. Extra cadeautjes zijn altijd van harte welkom om doorgegeven te worden aan kennissen van familieleden voor wie dit een fijne verrassing kan zijn. Verzoek is om de cadeautjes niet ingepakt in te leveren, zodat ze evenredig verdeeld kunnen worden. Voor verdere vragen kun je terecht bij Lieneke. We feliciteren de jarigen van afgelopen week. 20 november Stefan Annan. 21 november Sonetta Hanni. 22 november Lucas de Wolf en 24 november Hans Koebrugge. Een hartelijke felicitatie namens heel de gemeente. En namens de gemeente wens ik u een gezegende dienst. De predikant, ik denk niet dat hij er al is, ik heb nog niks gezien. Maar dat is de heer Hogeboom, dus hoef ik dat zometeen niet meer aan te kondigen. Dus kunnen we... Ik weet niet, Margreet? Ja. Dus de kinderen mogen nu naar voren komen voor de kinder. Dat is raar, hè, dat ik hier zit, Vinnie. Ja, hè? Ja. Omdat de juf, een van de juffen, een babytje heeft gekregen. Nathalie, hè. Ga ik even een paar keer voor haar het kidsmoment doen. Want als je net een baby hebt, dan kun je niet alles blijven doen, hè. Dan moet je even rustig aan. Goed? Is dat goed voor jullie? Ja? Oh, gelukkig, zeg. Nou, ik zal maar gelijk met het verhaal beginnen. Je moet heel goed luisteren. Heel stil zijn, want jullie moeten het goed kunnen verstaan, hè? Una escalera gigantesca a cielo. Goed luisteren. Noi y su familia vivían a la tierra y sus hijos tuvieron hijos. Y esos hijos tuvieron más hijos.
Goed luisteren, hè? Want ik ga straks vragen stellen, hè? Of je het wel goed begrepen hebt, hè? Ah. Y entonces esos hijos tuvieron otros más. Is er iets, Hanna? Jullie kijken wel raar, hè? Wat is er iets? Verstaan jullie mij niet, maar ik zei toch dat je goed moest luisteren. Dan moet je nog een beetje beter luisteren. Ik ga nog even opnieuw beginnen, hè? Noé y su familia, Vivian en la Tierra. Wat is er, Ezra? Is er iets? Ze spreken een andere taal. Oei. Ja, ik had aan mijn broer gevraagd, die woont in Spanje. Maar ik zei, ik heb al heel lang niet meer een kidsmoment gedaan. Wil jij dat maken? En die heeft dit opgestuurd. Ze spreken een andere taal. Dus jullie verstaan mij helemaal niet. Jij wel? Ja? Ik heb een microfoon, maar ik weet niet. Maar versta je? Welke taal zou ik gesproken hebben? Spaans. Spaans, hè? Ja, en dat verstaan wij niet, hè? Nee, natuurlijk verstaan wij dat niet. Dat is lastig, hè? Als de juf ineens een andere taal en dan zegt ze dat je nog goed moet luisteren ook. Weet je dat dat vroeger ook eens is gebeurd? Heel vroeger, weet je nog, toen Noach met zijn gezin uit de ark kwam, toen was er nog maar één familie op de aarde, hè? Een familie van Noach. Die had een vrouw. Die had drie zonen en die drie zonen, die waren nog jong, hè, een jaar of 200, met hun vrouwen. Die spraken allemaal één taal, hè? Weet je dat nog? En God begon opnieuw met de mensen en ze spraken allemaal één taal. En Noach kreeg kleinkinderen en die kleinkinderen kregen kleinkinderen. En toen werd er zo'n heel volk, net zoals België. En die spraken allemaal, ik weet niet welke taal, maar één taal. Ja. En nu? Spreken wij nu met de hele wereld nog één taal? Nee, hè? Twee? Twee, hè? Meer dan twee zelfs. In België alleen al spreken we Frans, Engels, Nederlands, Vlaams, Arabisch. We spreken alleen in België al heel veel talen. Hoe komt dat dan? Zal ik jullie dat eens vertellen? Het verhaal gaat over die dag dat die ene taal, de laatste dag dat er nog maar één taal was. En dat was eigenlijk de schuld van de mensen zelf. Een grote groep mensen en dieren is op reis. Voorop gaat Nimrod op zijn kameel. Hij is een machtige man. Dat is een van de kleinkinderen van Noach. Hij is de leider van een groot volk en hij weet de weg. De grote mensen, de kinderen en de dieren lopen achter hem aan. Bovenop de berg staat Nimrod stil. Hij wijst vooruit. Daar is het, roept hij blij. Dat is het land waar we gaan wonen. Ze zien een prachtig land. Zie je hier, op de kameel. Mooi, hè? Mooi, hè? Ja. Er stroomt een brede rivier doorheen en langs de oevers van de rivier groeit fris groen gras. Hier is plaats voor iedereen, zegt Nimrod tegen de mensen. En weet je wat we gaan doen? We gaan een hele sterke stad bouwen, waar iedereen kan wonen. En midden in die stad gaan we een toren zetten, die net zo hoog is dat hij wel in de hemel komt. En dan gaan wij beroemd worden in het hele land. Iedereen werkt hard. De mensen doen wat Nimrod heeft gezegd. Om te bouwen gaan ze klei halen uit de rivier en bakken er stenen van. Daarna stapelen ze de stenen op elkaar en lijmen ze ze vast met teer. En kijk eens, ze doen dat goed, hè? Ja! Mooi, ze doen dat goed. Ja. Maar als je samen een toren bouwt, dan moet je goed samen, goed samenwerken. En dan moet je dus ook elkaar goed luisteren. Verstaan, luisteren, ja. Langzaam groeit de stad en de toren ook. De toren wordt hoger en hoger en hij steekt boven de huizen uit. Ja. Ja. Kijk eens, zeggen de mensen. Heel trots zijn ze op zichzelf. Wij zijn één volk, we spreken één taal en we hebben één toren. Wij zijn sterk en machtig en we blijven altijd samen.
Dan komt God kijken. Hij ziet de sterke muren, de stevige huizen en de hoge toren. En hij hoort ook hoe trots de mensen op zichzelf zijn. En God denkt, wat zijn ze toch dom en eigenwijs. Waarom willen ze een toren bouwen die tot in de hemel komt? En ik wil niet dat alle mensen samen op deze plek blijven wonen. Ze moeten juist op allerlei verschillende plekken gaan wonen. Ik ga zorgen dat ze elkaar niet meer begrijpen. En dan zullen ze wel stoppen met bouwen. En op die dag gebeurt er iets vreemds. Chiwanka Dala, roept een man. Hé, wat zeg je? Roept een andere man. Versta je niet? Er klinken boze stemmen bij de steenovens en in de straten. De mensen begrijpen elkaar niet meer. Iedereen spreekt een andere taal. Ze krijgen ruzie en ze kunnen het niet uitpraten. Ze houden op met werken en gaan naar huis. Want die mooie toren konden ze niet meer bouwen, want ze konden elkaar niet meer begrijpen. Kom mee, zeggen vaders tegen hun vrouw en kinderen. Wij gaan ergens anders wonen. Het is niet meer fijn hier. Iedereen maakt ruzie en we kunnen niet meer samenwerken. In grote groepen gaan de mensen weg uit het land Sinjar. Ze gaan overal op aarde wonen. En de stad Babel en de toren blijven eenzaam achter. Dus die mensen die konden wel heel veel samen doen en heel trots zijn, maar ze waren één iemand vergeten. Weten jullie wie? Ja? God. En God had een ander plan. Maar God heeft ook wel iets gedaan waardoor wij elkaar weer kunnen verstaan vandaag. Die heeft de Heer Jezus gestuurd. En door de Heer Jezus kunnen we eigenlijk wel weer een beetje met elkaar praten. Want wij hebben allemaal dezelfde Bijbel. En als je in de Bijbel leest, leer je wat God wil. En als je doet wat God wil, iedereen die doet wat God wil, die kan met elkaar praten. Ja. En daar gaan we een lied over zingen in 3 talen. Dus nu wil ik wel eens horen of jullie behalve Nederlands ook Engels en Frans kunnen. Ja? Ga maar staan. En de mensen die willen graag horen, hè?
Broeders en zusters, mijn excuses. De telefoon deed alles behalve de route weergeven. En toen ik van Utrecht vertrok, dacht ik, nou, hij pakt het wel ergens op. Maar dat was dus niet zo. Dus voor Antwerpen dacht ik, ja, hoe was het ook weer de vorige keer? Dat ging niet helemaal zoals het moest. Maar ik ben blij dat ik er ben. Jongens en meisjes, jullie hebben alvast het kindermoment gehad. Ik vind het wel een beetje jammer dat ik dat nou gemist heb. Maar het zal vast mooi geweest zijn. Zullen we deze dienst beginnen door met elkaar te belijden dat we afhankelijk zijn van de Heere God. Dat doen we met deze woorden. Onze hulp. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat hij ooit begon. Amen. En in de naam van deze God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit de bundel Uit alle mond, lied 115 en daarvan het eerste vers. Als er een man bij de Heer Jezus komt en van hem wil weten, meester, wat is het grote gebod in de wet? Dan vat Jezus alles samen wat God van ons vraagt. Met deze woorden. Jezus zei tegen hem, u zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En als we dan dat horen, dat God dat van ons vraagt, hem lief te hebben met alles wat in ons is, en onze naaste als onszelf, en we leggen dan het leven van de afgelopen week daarnaast, dan worden we stil. Want heel vaak was die liefde er niet. Johannes zegt in zijn eerste brief, en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. En dan gaat hij verder, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Zullen we met de woorden van lied 131, vers 1 en 2 van Uit alle mond dan voor de Heere onze schuld neerleggen. Go.
Johannes gaat verder in diezelfde eerste brief, maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij onze zonden belijden zoals we dat net hebben gedaan, mogen we weten, hij is getrouw en rechtvaardig. Hij vergeeft onze zonden en reinigt ons van alle ongerechtigheid. Zullen we van die genade gaan zingen met hetzelfde lied 131, nu vers 4 en vers 5. Genade, mogen we dan opnieuw luisteren naar de wet van de Heere onze God, maar nou uit het Oude Testament Exodus 20. We hebben hem gehoord als een spiegel, maar die wet is tegelijk een regel. Als we weten dat de Heere God ons vergeeft, we door zijn Heilige Geest ook deze nieuwe week mogen ingaan. Laten we luisteren naar Exodus 20, vers 1 tot en met vers 17 en daarna met elkaar zingen Psalm 119, vers 6 en 12, een loflied op Gods regel voor ons leven. Psalm 119, 6 en 12, naar de wet. Toen sprak God deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het land van de slavernij, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor buigen en ze ook niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee of de vreemdeling die in de stad woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij
rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heeft die geheiligd, apart gezet. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Uit de Bijbel, maar voordat we dat doen, willen we eerst de Heere God bidden of Hij met zijn Heilige Geest bij ons wil zijn en ons wil zegenen in deze dienst. En dan willen we ook met en voor elkaar bidden. We bidden voor de jarigen die u net hebt gehoord. Stefan Annam, Sonnette Hanni, Lucas de Wolf en Hans Koebrugge. We bidden ook voor zuster Annie Ruits, die onderging vrijdag een grote operatie aan haar pancreas. En zal nog enkele dagen intensief en nog 2 weken op zaal verpleegd worden en daarna volgt revalidatie. Ze verblijft in het Jan Paul Fijn ziekenhuis Lange Bremstraat 70 in Merksem. En we danken voor de kerkelijke huwelijksbevestiging van Matthias en Annelies. Laten we met elkaar de Heere bidden. Grote en eeuwige God, schepper van hemel en aarde, God die deze wereld draagt en bewaart, u liet het ook vanmorgen dag worden. Wij mochten opstaan en naar de kerk gaan
En u brengt ons hier bij elkaar als gemeente, als gasten. En met elkaar mochten we zingen, mochten we met de kinderen luisteren al naar het gedeelte dat we ook als volwassenen met elkaar overdenken. Heere God, wat bent u trouw en wat bent u goed. En voor u hebben we ons leven van de afgelopen week neergelegd. We hoorden uw woord, uw liefde hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En dan weten wij ons schuldig. We hebben het niet gedaan zoals u het wilde. Wij zijn niet de mensen geweest zoals we zijn bedoeld toen u ons maakte. Maar grote God, wat een wonder. We hebben gehoord van uw genade, van uw vergeving door de Heer Jezus. En zo kwam u naar ons toe en zo mochten we deze nieuwe week alweer beginnen. Luisterend naar uw goede wet, om te leven ook in de komende week tot uw eer en tot heil van onze naasten. Heere God, zo zijn we als gemeente bij elkaar. Ons hoofd is misschien vol blijdschap, ons hart vol dankbaarheid, maar misschien zijn we ook wel vol zorg, vol aanvechting. U kent ons. Heere, dat nemen we allemaal mee, de kerk in en we leggen het voor uw troon en we bidden u voor elkaar. Als we naar de Bijbel gaan luisteren, spreekt u dan tot ons allemaal en geef wat we nodig hebben. Als we het nodig hebben om getroost te worden, Heere, spreekt u dan in uw liefde en trouw en maak ons rustig en stil. Als we misschien bezig zijn om bij u vandaan te gaan, brengt u ons dan terug. Als we hier vanmorgen voor het eerst zijn, Heere, geef dat we het begrijpen hoe groot en hoe heerlijk en vol van liefde u bent. En dat die liefde van u ons leven vervult en nieuw maakt. Heere, wees u bij ons. Wees u in heel de stad waar kerken open gingen en uw woord open gaat. Wees met uw kerk hier in Antwerpen. En breid uw koninkrijk uit. En laat het rijk van het duister, het rijk van de Satan worden afgebroken. Dat iedereen uw lof en uw grote naam zingt en buigt voor uw liefde. Heere God, we bidden u in het bijzonder voor hen die jarig waren. Voor Steven Annan, voor Sonette Hanni, voor Lucas de Wolf en Hans Koebrugge. U hebt hen gespaard en bewaard en ze begonnen aan een nieuw levensjaar. Wees u bij hen, bij alles wat ze doen. Bij alles wat ze zijn, wilt u hen dragen en sparen. Heer, we bidden voor zuster Annie Ruits. Ze moest geopereerd worden. Dat was al heel wat. Maar tegelijk was er ook de angst dat er misschien een infectie zou volgen. Heer, daarom wordt ze ook op de intensive care verpleegd. We bidden u, wees u bij haar, geeft u haar boven alles rust. Dat ze mag weten, de Heere God is de grote dokter. Hij draagt me. Hij leidt mijn leven. Wees u bij de artsen die haar opereren, bij de verpleging die voor haar zorgt en geeft dat ze spoedig weer mag opknappen. Wilt u haar omringen met uw zorg. Heren, we danken u met Matthias en Annelies. Gisteren waren ze in de kerk. Hun huwelijk kwamen ze, met dat pasgesloten huwelijk kwamen ze in de kerk om uw zegen te bidden. En zo was u bij hen. Ging uw woord over hun pas begonnen huwelijksleven open en beloofde u dat u bij hen wilt zijn. Heere, wees hen goed en nabij. Dank u wel voor de vreugde en het feest dat u gaf gisteren. U bent goed en trouw. Het eerste wat u deed, het eerste wonder dat u deed, was op een bruiloft. En zo liet u iets zien van wie u bent. Een God die wilt dat deze wereld weer echt een feest wordt. Zo komen we u bidden. Heere God, wees bij ons. Wees bij ons met uw Heilige Geest. Uw woord is soms zo vreemd en we kunnen het soms zo moeilijk begrijpen. En we durven het en we willen het misschien niet begrijpen. Maar u bent machtig. Uw Heilige Geest wilt u sturen. En geef dat die Heilige Geest ons uw woord opent. Dat we uw stem horen en zeggen, ja Heer, u bent mijn God. En ik ben zalig. Wees zo bij ons. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen.
Ik wil met u lezen uit de Bijbel, uit het eerste Bijbelboek, Genesis 10 en Genesis 11. Genesis 10, vers 8 tot 12. En Genesis 11, vers 1 tot 9. Het gaat vooral over hoofdstuk 11. Maar in hoofdstuk 8 komt de man die in hoofdstuk 11 een stad gaat bouwen, al naar voren. Zijn vader wordt genoemd, zijn kinderen worden genoemd. En ik vond het wel mooi om dat er eventjes bij te nemen. Dus eerst Genesis 10, vers 8 tot 12. En dan hoofdstuk 11, vers 1 tot en met vers 9. Genesis 10, vers 8. Daar zegt de Heere God tegen ons. En Koes verwekte Nimrod. Die begon een geweldenaar op aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Daarom wordt gezegd als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, daar heb je dus die stad. Erg, Akkad en Kalne in het land Sinear. Uit dit land is Asser weggegaan en hij bouwde Nineveh, Rehoboth-Ir, Kalach en Rezen tussen Nineveh en Kalach. Dat is de grote stad. En dan hoofdstuk 11, de bouw van die stad Babel. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinjar vonden. Daar gingen ze wonen. En ze zeiden allen tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En die kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen. En laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. En zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Tot zover Gods woord, tot zover het evangelie voor deze morgen. Voordat we erover nadenken, willen we eerst met elkaar nog gaan zingen. Psalm 2 en daarvan vers 1 en vers 2. Psalm 2, vers 1 en 2.
Na de preek willen we met elkaar zingen Psalm 87 en daarvan vers 2 en vers 3. Psalm 87, 2 en 3. Na de preek. Gemeente des Heren, de toren van Babel. Daar gaat het over in Genesis 11, vers 1 tot 9. En Genesis 11, die eerste 9 versen, zijn wel een soort kantelpunt in de Bijbel. Genesis 1, dat eerste hoofdstuk van de Bijbel, vertelt over hoe God de aarde schept. En dat God dan van die aarde zegt dat het goed is. Ja, zeer goed. En een aantal keren in die eerste hoofdstuk praat God met de mens. En zegt hij: geniet van deze aarde. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig. En heers over deze wereld. Dat is iets om te onthouden. Deze wereld en wij mensen, wij zijn voor elkaar gemaakt door God. En God zegt tegen ons mensen: deze wereld is een goede wereld. En jullie mogen je over die wereld verspreiden en over die wereld heersen als een goede koning, als een goede herder. Maar als wij om ons heen kijken, dan zien wij een wereld die voor een heel groot deel in puin ligt, waar honger, waar oorlog, waar angst heerst. Dat is geen goede wereld. En wij zien mensen die wel heersen, wij zien heel veel mensen die heersen. Mensen die alle macht naar zich toe proberen te trekken. Maar dan vooral om de wereld te beheersen. Om de hele wereld naar hun eigen hand te zetten. Onze wereld lijkt niet op die wereld uit Genesis 1. Zoals God hem heeft bedoeld. Hoe komt dat? Nou, er is een aantal momenten in die eerste hoofdstukken van Genesis 1 tot en met 11. Waar de mens aan de gang gaat zonder naar God te luisteren. Genesis 3, heb je Adam en Eva en God zegt: je mag genieten van heel die mooie tuin waar je woont. Maar blijf nou van die ene boom af. Adam en Eva horen, gehoorzamen niet aan God, maar luisteren naar de stem van hun eigen hart op ingeven van een slang. En eten van die boom. En daarna gaat het mis. De consequentie van hun daad, hun eigenzinnigheid, is dat ze buiten die tuin terechtkomen. Dat is één. De wereld is geen paradijs meer. Genesis 6, daar staat, het is een beetje een apart gedeelte, maar daar staat dat de mensen van deze wereld, de meisjes van de aarde, gingen trouwen met de godenzonen. Wie dan die godenzonen zijn? Er zijn een hele hoop theorieën over. Maar het punt is dat ze daardoor heel erg lang leven. Ze worden 800-900 jaar oud. En opnieuw komt daar een streven van de mens naar voren om niet beperkt te zijn. Wie wil er nou beperkt zijn? Je wilt niet in een rolstoel, je wilt niet door andere mensen, je wilt zelfstandig zijn. En dan is het ook wel heel erg onhandig dat het op een gegeven moment afgelopen is na 60, 70, 80 jaar. Die mens wil langer leven. En hij grijpt zo naar het God zijn. Nou, en dan volgt er opnieuw een consequentie. Dat God zegt: ja, maar dat kan niet. Als je zo probeert de aarde en je eigen leven te beheersen, alsof jij God bent over je eigen bestaan, dan gaat deze wereld stuk. En dan komt er een enorme watervloed, een tsunami over heel de aarde. Noach, de zondvloed zoals we dat dan meestal noemen. En God maakt die hele aarde schoon. Behalve Noach, die wordt gered. En dat is hoofdstuk 6, hoofdstuk 7, hoofdstuk 8. En dat nageslacht van Noach, dat wordt dan geboren. En wat gebeurt daar dan mee? Hele aarde is schoongespoeld, er is één familie, Noach en zijn kinderen. God heeft hen gered omdat vader Noach wel luisterde naar God.
En daar zitten we nu. Opnieuw is nog steeds de blik gericht op de hele wereld. En op die hele wereld één familie, de familie van Noach, die nu weer die aarde gaat bevolken. Gaat het goed? En dat is hoofdstuk 11. En ik kan het al verkloppen, het gaat niet goed. En het gaat heel snel niet goed. Het zijn maar 11 vestjes. En dat is angstaanjagend weinig. De mens heeft heel weinig tijd nodig om het fout te doen. En God heeft heel weinig tijd nodig om met de wereld klaar te zijn. Wat is er aan de hand? Nou, leest u maar mee, vers 1. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. Dus één gemeenschappelijke taal. De mensen kunnen, alle mensen, heel die familie van Noach, kan met elkaar praten en elkaar begrijpen. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken, daar zit al iets in, want naar het oosten trekken, dat is in de richting van dat paradijs. Dat zit natuurlijk bij ons allemaal, toch? Wie wilde nou niet in het paradijs leven, het Zwitserleven gevoel? Of ik weet niet of u dat hier in Antwerpen open hebt, maar dat is een Nederlandse verzekeraar. En die heeft dan van die reclamespotjes, weet u wel, van die mooie bounty stranden en zo. Als je nou een beetje spaart en een beetje op tijd met pensioen, dan heb je dat. Nou, wij willen toch allemaal dat paradijs terug. Dus ze gaan naar het oosten. Omdat ook die kinderen van Noach, die willen dat paradijs terugpakken. Het gebeurde toen ze naar het oosten trokken dat ze de vlakte van het land Sinear vonden. En daar gingen ze wonen. Ja, de vlakte van Sinear, er is niet veel. Maar het zijn knappe mensen. Mensen zijn knap. Want ze zeggen tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. De mens is inventief. Dan is hij in die vlakte van Sinear, daar is niet zoveel. Wat gaat hij dan doen? Hij heeft geen rotsblokken om een stad te bouwen. Nou, dan pakken ze die klei en dan gaan ze die klei in de zon bakken. En dan maken ze daar mooie stenen van. En dan vinden ze daar leem, asfalt. En dat asfalt, dat gebruiken ze dan om die stenen aan elkaar te lijmen. Dat is best wel een ingewikkeld proces. En daar heb je even je verstand bij nodig. Daar heb je een bepaalde techniek voor nodig. Je hebt mensen die dat uitdenken nodig. En je hebt handwerksmensen nodig. Dus die familie van Noach, die kon wel wat. Die bouwen een stad. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Die kinderen van Noach, die zeggen tegen elkaar, laten we nou een stad maken. En in die stad een toren. Dat doe je toch meestal. Althans, als je even uitgaat van hoe eeuwenlang een stad werd gebouwd, dan bouw je een muur en je bouwt een toren. Allebei om jezelf te verdedigen. Maar hier gebeurt iets. Want wat was het woord van God? Wees vruchtbaar en vermenigvuldig. En heers over de aarde. Het was de bedoeling dat die mensen over heel die aarde van God zich zouden verspreiden. En dat ze op die wereld zouden wonen. Maar dat doen ze niet. Dus hier wordt weer een wissel omgezet. De mensen luisteren niet naar wat God had gezegd tegen opa Noach. Ze doen niet wat God had beloofd. Want God had een opdracht gegeven. Ga nou over die wereld en dan zal ik je zegenen. Maar ze gaan met hun eigen verstand aan de gang. Ze hebben een betere oplossing dan God. Dat heb ik ook wel eens. Dat mijn leven op een bepaalde manier gaat en dat ik denk, dit kan anders, dit kan volgens mij veel beter. En dat ik vergeet God te zoeken in het gebed en mijn eigen gang ga. Kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren. Nou, dat is op zich nog niet zo heel gek. Maar ze willen iets met die stad en met die toren. Een toren waarvan de top in de hemel reikt. En daar komt weer een heel diep verlangen van die mens omhoog. Om iets te maken van je leven
om iets te maken van deze wereld waar andere mensen tegen opkijken. Dat wil je toch? Dat andere mensen van jou zeggen, wow, jij hebt het gemaakt. Dat wil je toch? Dat andere mensen op Facebook jou liken. Want dat is wat de mensen hier doen. Ze bouwen een toren, zodat anderen naar hen opkijken. Maar wie zijn dan die anderen? Want dit is de familie van Abraham. Er is weinig anders op de wereld. Er is nog maar één ander. En dat is God. Dus wat wil de mens? Voor zichzelf een toren bouwen tot in de hemel? Om op hetzelfde niveau als God te staan. Om op hetzelfde niveau met God te spreken. Daar zit hem in Genesis 1 tot... Nee, niet, kijk, daar zit iets in ons hart. Maar Genesis 1 tot 11 probeert dat constant te beschrijven. Dat God zegt, ik maak jullie. Ik maak jullie en daarom zijn jullie een schepsel. Wij zijn geen goden. Wij zijn geen engelen. En tegelijk zegt God, jullie zijn geen beesten. Je hoeft geen dier te zijn en het hoeft op deze aarde ook niet bij de beesten af te zijn. Je bent een schepsel. De kroon op mijn schepping. Dat is je plek. En als je leeft in die rol, geen dier en geen engel, maar schepsel van God, dan heb je het goed. Maar er zit bij ons, volgens die eerste hoofdstukken van Genesis, een diep verlangen om steeds maar hoger en hoger te komen. Om aan God gelijk te zijn. Zodat God zelfs zou zeggen, wow, ik wil met jou overleggen. Want jij staat op mijn niveau. Een toren tot in de hemel. En laten we voor ons een naam maken. In de Bijbel is er eentje met een naam. Dat is God. En een naam voor iemand maken gaat bijna altijd over het eren van God. En dus een naam voor jezelf maken betekent dat je wil dat anderen jou eren. Dat mensen jouw naam weten. Dat mensen jouw naam op de lippen nemen. Dat jouw naam boven in de Google-resultaten terechtkomt. Een naam. Dus je maakt een toren om jezelf groter te maken. En je maakt voor jezelf een naam. Zodat de hele wereld, ja, zodat God zelf naar jou kijkt en zegt, wow. Alleen daar zit iets achter. Want dat kan heel mooi en heel stoer lijken. Laten we hoger opkomen. Wij hoeven niet voor God te bukken. Het kan heel machtig zijn om te zeggen, er is geen God. En nu kunnen we het tenminste zelf uitzoeken. Een wereld zonder God kan heel stoer lijken. Maar wat zegt Genesis 11? Laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt en laten we voor ons een naam maken. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. Anders worden we over heel de aarde verspreid. Ze zijn dus bang. Die hoogmoed van de mens komt voort uit een hele diepe angst. Namelijk de angst om alleen te zijn. Anders worden we verspreid over heel de aarde. Dan ben je met je vrouw en met je gezin in die wereld met wilde dieren. Van God en mensen verlaten. Dat is toch doodeng. Dat wil je niet. En het is zo begrijpelijk. Want wie van ons kan er lang tegen om alleen te zijn? Het is vreselijk om aan jezelf overgeleverd te zijn. Het is vreselijk om te horen dat mensen in een stad een jaar lang niemand spreken. Dat mensen overlijden en maandenlang in hun flat liggen terwijl niemand ze vindt.
Omdat niemand naar je op zoek is. En wat kan het dan veilig zijn om in de stad te blijven wonen? En dat is de angst waarom die mens gaat bouwen voor zichzelf. Is dat misschien bij jou, is dat misschien bij u ook zo? Dat je misschien wel heel stoer bent en je bedrijf bouwt, je gezin, weet ik veel wat. Bouwen, bouwen, bouwen. Andere mensen kijken naar je op. Terwijl er diep bij jou, bij u van binnen, een angst leeft. Een angst om verlaten te worden door je man, door je vrouw. Die stress die eigenlijk niemand van je weet. Maar dat jij weet van, zou het wel goed gaan met mijn bedrijf? Met mijn studie? Red ik het wel? Want ik kan wel studeren en mensen kunnen naar me opkijken. Maar ik loop op mijn tenen. Gaat het eigenlijk nog wel? Die angst. Die eenzaamheid. En dan komt God. Toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te zien en de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heer zei, kom laten we neerdalen en laten we hun taal daar verwarren, zodat zij geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. Dus God komt uit de hemel naar beneden en die ziet wat daar gebeurt met al die mensen, die bange mensen die aan het bouwen zijn. En hij verwart de spraak van die mensen. En wat gebeurt er dan? Ja, dan beginnen ze allemaal verschillende talen te spreken. Dat is één. Maar dat is niet het belangrijkste. Er staat, kom laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. Die mensen in Babel, van het een op het andere moment, begrijpen ze elkaar niet meer. En dan kun je niet meer samenwerken. Dan kun je niet meer bouwen. En dan kun je ook niet meer heersen. Elkaar niet begrijpen is waardeloos. En als je elkaar niet begrijpt, dan val je in groepjes uit elkaar, want je zoekt de mensen op die jou wel begrijpen. En het is heel eng. Als je de baas bent over dat bouwproject en mensen kunnen ineens niet meer naar je luisteren. En je trekt je terug in je eigen groep, de mensen die jou wel kunnen verstaan, de mensen die jou wel kunnen begrijpen. En zo gebeurt wat God uiteindelijk had bedoeld. De mensen verspreiden zich over de aarde met hun eigen groepje. Er gebeurt wat God wilde. Dat mensen zich verspreiden over de aarde. Maar het gebeurt niet op de manier waarop God het wilde. God wil niet dat mensen zich verspreiden en zich terugtrekken in hun eigen groep. God wil niet dat mensen vanuit hun angst leven en voor hun eigen groepje iets bouwen. En een huis en een toren en een muur bouwen. Voelt u? Dat het hier gaat over een beschrijving van onze wereld. Want hoe moeilijk is het? Ik was vrijdag nog bij, mensen waren 50 jaar getrouwd en ik was met dit stukje bezig. Ik zei, begrijpen jullie elkaar nou? Nou, zei zijn vrouw, soms weet ik al van tevoren wat hij gaat zeggen. Dus in die zin wel. Maar om nou te zeggen dat ik echt weet wie die is, hoe langer we met elkaar getrouwd zijn, hoe meer je ook ontdekt dat je elkaar nooit volledig leert kennen. En dat je elkaar ook nooit volledig begrijpt. En als dat in een huwelijk al zo is, laat staan op je werk. En de politiek is toch één grote Babylonische spraakverwarring. In dit land zelfs letterlijk. Dus Genesis 11 zegt tegen ons, moet je om je heen kijken. Daar zijn allemaal mensen en die begrijpen elkaar niet. En waar komt dat vandaan? Ja, er kun je allerlei theorieën over taalstammen en toestanden. Ja, dat is prima. Maar de Bijbel zegt, maar daarachter zit nog iets. Op een bepaalde manier is het een oordeel van God over ons leven. Omdat wij zo leven vanuit die angst om verlaten te worden, omdat wij bezig zijn voor onze eigen groep te zorgen, begrijpen we elkaar niet meer. Dat is wel heftig.
Want na hoofdstuk 11 is het afgelopen. Dit is het laatste. Daarna is die blik op de wereld verdwenen. Dit is het laatste hoofdstuk waar God bezig is met heel de wereld. En dit is het. Hier moeten we het blijkbaar mee doen. Met mensen die voor zichzelf een toren bouwen. En God die zegt, over de aarde. En je begrijpt elkaar niet meer. Dit is wel een belangrijk puntje. De wereld is niet zoals ze is. Ja, de wereld is wel zoals ze is, maar de wereld zoals ze is, is niet zo door God bedoeld. God heeft niet bedoeld dat wij elkaar niet snappen. God wil dat naar hem en naar elkaar luisteren. Maar dat wij dus elkaar zo slecht begrijpen, die Babylonische spraakverwarring, heeft te maken met God. God die het niet met jou en met mij en met u eens is. God die ziet dat wij aan het bouwen zijn vanuit onze angst. Op een bepaalde manier kun je dus dat elkaar niet begrijpen een straf van God noemen. En daar stopt Genesis 11, daar stopt de wereldgeschiedenis met God. Alsof God zich terugtrekt en wij het dus met elkaar in onbegrip moeten zien te rooien. Dat is wel heel eng. Want niet alleen is het dan op deze wereld één grote survival of the fittest. Het is ook nog eens het oordeel van God over ons. Blijven we hier dan achter? En zeggen we, oké, dan ben ik dus naar de kerk geweest en nou weet ik hoe de wereld in elkaar zit. Ik weet dat God het niet met me eens is. Nou ja, daar zou je alleen maar pessimistisch van worden. Toch? Maar dan wil ik nog een keer dit gedeelte met u lezen. Want er zit in dit stukje een bepaalde ironie die ons nog iets anders leert. Vers 11 over die kleiblokken. En ze zeiden tegen elkaar, kom laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Daar zit een soort uitleg bij, hoort u dat? Dus iemand is aan het uitleggen aan de lezers, die kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. De lezers van dit stukje werken dus niet met kleiblokken en asfalt, maar werken met steen en met leem. Ja, Israël. Het is een boek voor Israël. En je hoort ze denken, wat doen die mensen ingewikkeld? Want wij hier in Israël, we pakken gewoon een beetje klei, dat plakt goed genoeg. En we pakken gewoon een rotsblok en hop, zo bouwen. Ja, ik ben geen aannemer, maar dat is veel simpeler. Wij hoeven niet dat hele ingewikkelde. Dus op het moment dat Israël gaat uitleggen, ja jongens, die mensen die gingen dus stenen bakken en die gingen van het asfalt doen. En zegt Israël, maar ja, een beetje ingewikkeld gedoe. Want wij doen gewoon stenen op elkaar leggen, die halen we uit de rots. Wij hebben alles bij de hand. Wat zijn die grote mensen in Babel nou aan het tobben? Ironie. En dan, vers 5. Die mensen zijn dus een toren aan het bouwen tot in de hemel. Althans, dat willen ze. En dan staat er, toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. Dat is toch een raar zinnetje. Dat jij aan het denken bent, ik ben een megatoren aan het bouwen. En dat iemand je dan vertelt, oh, God wilde even kijken wat er aan de hand was. Maar dan moest hij wel van heel hoog naar beneden komen. Dus vanuit het perspectief van de mens kan die toren een megaproject zijn. En vanuit het perspectief van God, ja, is het door een soort kleine kinderenbouwdoos. Dus wat doet die schrijver van Genesis? Die kiept het hele perspectief om. Die zegt, ja, vanuit de mens, vanuit die angst, kun je mooie grote projecten bouwen. Maar zullen we eens even vanuit het perspectief van God kijken? Dan stelt het echt niet zo heel veel voor. Hij moet naar beneden komen. Toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te zien en de mensenkinderen die de mensenkinderen aan het bouwen waren.
Vers 7. Kom, laten we neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat ze geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. En dan vers 9. Daarom gaf men haar de naam Babel. Babel betekent in de taal van Babylonië poort van de goden. We bouwen een toren, zodat de goden door die poort naar ons toe kunnen komen. Dat is ook wel leuk voor de goden. Maar in de taal van Israël betekent Babel verspreiden. Want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde. Babel betekent verwarring. Dus in de taal van Babylonië, poort voor de goden. In de taal van Israël, verwarring. En Israël zegt, nou zo is het. Het is helemaal geen poort voor de goden. Het is één grote warboel, dat hele Babel. Heb u het? Dus die geschiedenis is een vrij heftige geschiedenis. Onze wereld is een wereld vol verwarring. We begrijpen elkaar niet. En tegelijk zit er een schrijver dat verhaal te vertellen, alsof je erom moet glimlachen. Dat is niet zo netjes. Dat is niet zo serieus. Of de schrijver van het boek Genesis moet weten van iets anders. En dat weet hij. Want die schrijver van Genesis, dat is een kind van Abraham. God laat de wereld in Genesis 11 los. Maar in Genesis 12 gaat hij met één man verder. Niet meer de hele wereld. Maar één mannetje. Abraham. En hij zegt tegen Abraham: jij wandelt voor mijn aangezicht en ik zal voor je zorgen. En die kinderen van Abraham, het volk Israël, die leren God kennen. Gods genade, Gods goedheid, Gods wet, Gods regels. Een God die voor hen zorgt. Maar ook een God die zo onwijs machtig is, dat je hem nooit in je vingers krijgt. Dat je hem nooit helemaal begrijpt. En als je vanuit dat perspectief kijkt naar die mensengeschiedenis, dan leer je glimlachen. Niet omdat het leuk is dat wij mensen elkaar zo slecht begrijpen. Maar omdat God een antwoord geeft. Hij komt naar Abraham. Hij komt naar Israël met zichzelf. En hij zegt: jongens, ik zal je vertellen wie ik ben. En zo komt God vanmorgen ook naar ons. Want Jezus is gekomen. Het is bijna weer kerst. En Jezus laat ons zien wie God is. Machtig. Hij maakt mensen beter. Hij maakt mensen levend. Maar tegelijk vol van liefde. En vol van onmacht. Een kindje in een kribbe. En die God. Die sterft en die opstaat. Die komt op de Pinksterdag met zijn Heilige Geest. En op die Pinksterdag zijn er mensen uit allerlei volken die elkaar niet begrijpen. Maar ze horen het verhaal van Jezus in hun eigen taal. Babel, de verwarring, wordt opgeheven als Jezus uit de dood opstaat. Bij Jezus gaan mensen God weer begrijpen. Bij Jezus en in de kerk van Jezus gaan mensen elkaar weer begrijpen. Omdat die mensen niet meer voor zichzelf hoeven bouwen. Omdat die mensen niet meer een naam voor zichzelf hoeven hebben. Maar alleen nog maar de naam van Jezus eren en dienen. En als je Jezus' naam eert en dient, hoef je zelf niet meer zo belangrijk te zijn. En dan komt de plek en ruimte om van elkaar te houden, om tijd voor elkaar te maken, om naar elkaar te luisteren. En wat gebeurt er? Vanuit dat Pinksterfeest gaat Petrus en Paulus over de hele wereld. En ze komen in Antwerpen uiteindelijk terecht. Het woord van God, het verspreidt zich over heel de aarde. En nu is er een kerk in Utrecht, in Antwerpen, in Zuid-Amerika, in Afrika, heel veel verschillende mensen. Maar ze hebben één en dezelfde God. Ze hoeven geen naam voor zichzelf. De kerk hoeft niet belangrijk te worden.
Maar Jezus van de kerk, die wordt geëerd en aanbeden. Mensen over heel de aarde. En echt, kerkmensen zijn ook wel eens bang. Toch? Want het kan op deze wereld zo eenzaam zijn. Verspreid over de aarde ben je bang. Maar je kijkt naar de Heer Jezus. Je kijkt naar God die je opzocht. Niet om je te straffen, maar in zijn liefde om je te redden. En je weet, ik begrijp de mensen op deze wereld soms niet. Ik begrijp andere christenen soms niet. En dat is eng. En toch houden we elkaar vast. Heel verschillende mensen. Omdat we één en dezelfde Heere hebben. Door de opstanding van Jezus wordt die verwarring van Babel weer weggedaan. En rondom Jezus, in de kerk van Jezus, daar komt een groep mensen bij elkaar. Heel verschillend. Maar ze luisteren naar Hem en naar elkaar. Kom gemeente, als u nou nog in Babel zit, als u nou nog de neiging hebt om je op te sluiten, om een muurtje om je leven heen te bouwen, om andere mensen niet toe te laten, om God niet toe te laten. Kom nou uit dat Babel en probeer God te begrijpen en probeer andere mensen te begrijpen. Het kan veilig lijken om je op te sluiten in je eigen gelijk. Maar uiteindelijk word je er niet gelukkig van. Uiteindelijk kom je in verwarring om. Maar kom nou uit dat Babel. En kijk eens naar die wereld van God. Ja, wij hebben die wereld kapot gemaakt. Maar in die wereld is Jezus gekomen. En bij Jezus wordt het weer goed. En Jezus is bezig om terug te komen naar deze wereld, zodat deze aarde weer zijn tuin, zijn paradijs is. Kom uit je eigen kleine Babel, want het stelt niks voor. Sorry, misschien dacht je dat je leven aardig stoer was. Het stelt niks voor. Kom er nou maar uit. Ja, dat is eng, maar God, de machtige God, zoekt je op. Hij brengt je samen. Samen met Gods kerk. En Hij bouwt zijn koninkrijk. In deze stad. In deze wereld. In jouw leven. Amen.
door hem onze gaven te geven. Dien de Heere met vreugde. Zullen we de Heere gaan danken voor zijn evangelie. Laten we bidden. Heer in de hemel, grote en eeuwige God, we komen bij u. En we worden stil. U hebt ons laten zien wat wij van deze wereld maken. Dat wij elkaar niet begrijpen. En dat dat te maken heeft met u en dat u het met ons oneens bent, omdat wij een toren willen bouwen voor onszelf. Omdat we gelijk willen zijn aan u. Maar Heere God, tegelijk hebben we gehoord van uw liefde en uw trouw. Dat u ons niet laat in deze wereld, maar dat u ons opzoekt door de Heere Jezus. En dat we zo weer naar u mogen leren luisteren. En zo ook elkaar leren begrijpen. Grote God, wat een wonder. Dat u zelf ons opzoekt. En dat oordeel van u niet uw laatste woord is, maar uw genade. Uw trouw, uw zegen. En zo bidden we u voor elkaar, Heren, dat we niet langer in Babel blijven zitten. En onze eigen muurtjes om ons leven bouwen. Maar dat we eruit gaan. En dat we dat spannende aandurven. Omdat we vertrouwen op u. En dat u ons leven leidt en dat het dan goed is. Heer God, wees zo bij ons. Ook als gemeente, als mensen met heel verschillende achtergronden. Geef dat we naar elkaar luisteren rondom dat kruis van de Heer Jezus. En met allemaal verschillende invloeden en gedachten. U mogen dienen, liefhebben en voor elkaar mogen zorgen. Wees zo met dit land, waar ook spraakverwarring is. Geef dat uw genade ook in België woont en heerst. En dat mensen het goede voor elkaar en voor dit land zoeken. Heere God, we danken u dat u naar mensen omziet. En dat u ons woorden geeft om uw naam te loven. Om uw naam te danken. Wees bij ons deze zondag. Zegen onze rust en zegen ons deze week. Om Jezus wil. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Allemond, nummer 101, en daarvan vers 1 en vers 2.
Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week begint de advent. Dan begint voor de kerk een nieuw jaar. De kerk is altijd een paar weken vooruit op de wereld. Dat betekent dat de laatste zondag van het kerkelijk jaar vandaag is. Dat is, ik wist niet of u daar aandacht aan besteedde, dus ik heb het niet expliciet gedaan. Maar dat is ook een dag waarop de kerk vooruitkijkt. Vooruitkijkt naar de wederkomst van de Heere God. Dat zit natuurlijk ook in die toren van Babel waar God naar de aarde komt en Jezus komt. En dus ook in deze, en dan strakjes in Psalm 24 die we na de zegen willen gaan zingen. Komst van de grote koning die niet verwarring sticht, maar die vrede sticht. Zullen we de zegen van de Heere in ontvangst nemen en daarna met elkaar zingen Psalm 24, 1 en 5. Ontvang Gods zegen. De genade van de Heere, Jezus de Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.